Bedankt. Minister Weerwind komt met een EBI-plus-plan om de zwaarste criminelen beter in bedwang te kunnen houden. Ja, nog veel te vaak blijken zware criminelen vanuit de gevangenis gewoon te kunnen communiceren, ook met elkaar, en dus ook invloed uit te kunnen oefenen buiten de gevangenismuren. Dat is natuurlijk een doorn in het oog van de crimefighters in ons land. Ook voor minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind. We zien een interview met hem in de Telegraaf deze ochtend. Daarin staat: het mag niet en kan niet dat in de baaiers misdrijven worden beraamd. We moeten criminelen altijd een stap voor zijn. En de minister komt daarom nu dus met dat EBI-plus-regime. Hij vertelt dat de plannen al langer op het ministerie lagen, dat ze er al langer mee bezig waren en dat de timing goed uitkomt. Vorige week kwam de Telegraaf namelijk met het nieuws dat crimineel kopstuk Ridouan Taghi en de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., elkaar vanuit de gevangenis brieven schreven met gecodeerde boodschappen. Nou, wat houdt dat EBI-plus-regime dan precies in? Betekent dat de zwaarste criminelen in de extra beveiligde inrichting nog maar 1 keer per week mogen bellen. Maximaal 10 minuten. Eerder was dat 3 keer per week. En nu mogen ze ook nog maar 1 keer per week bezoek ontvangen in plaats van 3 keer per week. En met een nieuwe aanpassing in de wet kan er dan voor worden gezorgd dat communicatie helemaal verboden wordt. En ook dat er toezicht kan komen op gesprekken die criminelen hebben met hun advocaat. Ik heb nu verbinding met de Tweede Kamerlid voor de VVD, Julius Ellian. Goedemorgen. U pleitte eigenlijk al langer voor dit soort maatregelen. Bent u tevreden met het plan dat er ligt of moet er nog een stapje bij? Dit is een hele goede eerste stap. Een hele belangrijke stap, omdat we zien dat vanuit detentie dit soort gevaarlijke lieden doorgaan met hun plannen. Dus ik ben erg tevreden met de stappen die het kabinet nu zet, naar aanleiding ook van een door mij ingediende motie. Maar we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Ik denk dat er nog veel meer kan. En uiteindelijk moeten we naar een situatie toe waarin je echte communicatie vanuit de gevangenis voor dit soort gevaarlijke criminelen eigenlijk bijna volledig afsnijdt. Daar zijn we nog niet, maar dit is een hele belangrijke goede stap. Ja, vanochtend zagen we in de Volkskrant ook een artikel waarin vooraanstaand criminoloog Cyril Feynaert ook zegt: België en Nederland maffianiseert, noemde die het. Wat moet er dan verder nog gebeuren om te voorkomen dat we nog in een ergere situatie terechtkomen? Nou, wat ontzettend belangrijk is, is dat we zorgen dat die gevaarlijke groep ook verspreid door Nederland kan zitten. Het zit nu allemaal best wel geconcentreerd op 1 plek in Vught. Maar uiteindelijk is die groep kopstukken dermate groot aan het worden dat je daar dus echt een apart regime voor nodig hebt. Dat wordt nu gemaakt, EBI+. Daar moet wat mij betreft wel vaart achter. We hebben daar geen tijd te verliezen. Maar je kan het bezoek bijvoorbeeld nog terugbrengen. En je kan ook kijken naar hoe je het contact nog meer kan beperken. Dus nogmaals, dit is een goede eerste stap. Ik heb zelf ook nog wel wat ideeën hoe we hier Nederland veiliger kunnen maken. Want uiteindelijk, als je deze grote criminelen oppakt, wat heel goed gaat, moet je ook zorgen dat ze zo min mogelijk kunnen communiceren, zodat ze niet doorgaan vanuit de cel. Tegelijkertijd zeggen advocaten ook: we moeten er ook voor waken dat hun grondrechten niet worden geschonden. Want ook al zitten ze in de EBI, die mensen moeten ook gewoon communiceren. Maar ik zie u wel kijken. Ja, kijk, je hebt het hier over een categorie criminelen die de rechtsstaat, dus die rechten die wij ze geven, misbruiken ze om vervolgens door te gaan met misdadige activiteiten. Maar natuurlijk hebben ze bepaalde rechten, dat heb ik ook herhaaldelijk gezegd. Je hebt recht op een eerlijk proces, op een advocaat, op onafhankelijke beoordeling. En natuurlijk mag je wel eens communiceren. Maar wat mij betreft gaan we naar het Italiaanse model toe, waarin je zo min mogelijk communiceert. En als je communiceert, dat dat dan volledig gecontroleerd wordt. Daar kunnen geen gaten in zitten, want we hebben gezien wat de hele verschrikkelijke consequenties daarvan kunnen zijn. Dank u wel voor de toelichting, Julius Ellian. Genoeg te doen dus nog, maar de eerste stap is er. Ja. Mevrouw de Vries, u zit in hetzelfde kabinet. Denkt u dat deze stappen ver genoeg gaan? Of is er ruimte om nog een stap verder te gaan, zoals meneer Ellian eigenlijk bepleit? Nou, ik denk dat je altijd na moet blijven denken van wat nog meer nodig is. Maar ik ben wel blij dat we moeten eigenlijk niet naïef zijn natuurlijk in dit soort gevallen. En dit soort dingen kan natuurlijk gewoon niet dat criminelen met elkaar communiceren. Ik denk ook dat er goed gekeken wordt naar wat bijvoorbeeld in Italië gedaan wordt. Mijn collega's Dylan Jezielgus en Frank Weerwind zijn er ook op bezoek geweest. En ik denk dat we continu moeten blijven kijken hoe we dit tegen kunnen gaan. Ja, maakt u zich zorgen, meneer Borslaan? Nou, ik begrijp dat de Italianen inderdaad vinden dat wij nogal naïef op dit punt opereren, gegeven het feit dat zij wat eerder met dit soort criminele activiteiten te maken hebben gehad. Dus ik ben ook geneigd te zeggen, hoor, dat het eigenlijk onmogelijk gemaakt moet worden.
om vanuit de gevangenis voor te gaan met de criminele activiteiten. Dat is eigenlijk het hoofddoel. En hoe je dat dan vormgeeft, daar ben ik geen deskundige in. Maar wat Elian juist zei, daar kan ik me alleszins iets bij voorstellen. Ja, ik denk dat iedereen het daar ook over eens is dat zeker, dat inderdaad het doel is. Vraag is nog wel, Jill stelde hem ook al net aan meneer Elian. Hoe ver kun je gaan? We hebben natuurlijk ook gewoon grondrechten. Dan moet je altijd wel naar een bepaalde balans kijken. Maar als er gewoon criminele activiteiten vanuit de gevangenis zijn, dan vind ik dat je daar gewoon geen recht op hebt. En dan verlies je ook een aantal rechten wat mij betreft.